Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Andio Horne. Ze is een creatieve, jonge Surinaamse man die onlangs mee heeft gedaan aan de Nationale Kunstbeurs. Hij is ook verbonden aan de SUFOF, de Vereniging van Surinaamse Fotografen. Dus we gaan hem vandaag een kennismakingsbabbeltje maken met Andio. Andio, goeiedag en welkom in Q-Time. Goedemorgen, dankjewel. Ja, altijd leuk om kennis te maken met iemand, om eigenlijk een beetje dieper te mogen kijken in de keuken van de persoon. Jij hebt onlangs meegedaan aan de Nationale Kunstbeurs, dat heb ik al gezegd in de introductie. Maar voordat we daarover praten, wil ik toch eerst wat meer weten over jou. Oké, ik ben Andio Horne, ik ben ambtenaar. Dat is mijn eerste beroep. En als tweede ben ik fotograaf, of gewoon bezig met de fotografie. Ik ben lid van de Surinaamse Fotografenvereniging en dit jaar heb ik mijn intrede gedaan in het bestuur. Oh, dus je bent ook bestuurslid? Ja, klopt. Oké. Okay. En hoe lang ben je lid geweest voordat je de andere rol gaat uitproberen? Ik ben sinds 2018 lid van SUFOF. Oké, okay. Niet zo lang dus. Nee, klopt. Oké. Okay. Hoe lang geleden ben je begonnen met fotografie? Zo, ik ben om exact te zijn, in oktober 2017 heb ik mijn eerste camera gekocht. Maar in het begin van het jaar was ik dan sowieso bezig om bepaalde dingen van fotografie op te zoeken op het internet. Ja. En in 2018 heb ik dan een basiscursus fotografie gedaan bij SUFOF. Maar er is een aanleiding geweest waarom je je eerste camera bent gaan kopen. Wat is de aanloop geweest daar naartoe? Ik had een blessure opgelopen waarbij de dokter me had aangegeven dat ik niet meer mag basketballen. En ik had zoiets van, ik wilde iets naast mijn werk doen, mijn dagelijks werk, om eigenlijk de stress van het werk weg te werken. En ik kwam toen op fotografie, dus ik begon toen contact op te nemen met mensen als Reginald Couleur, een heel goede vriend van mij, Miguel Tanakyam, en ook een paar Nederlandse fotografen. En op een gegeven moment, ik ben met hem gesproken en Jim James heeft mij dan gewezen welke camera ik zou kunnen kopen om te beginnen met fotografie. Dus ja, daar is het eigenlijk begonnen. Okay. En ja, toen was het gewoon veel zelfstudie enzovoort, zijn dingen uitproberen. En het heeft dus wel, hoe zeg je dat? Het is wel aangeslagen, want je bent wel doorgegaan. En als ik zo naar je gear aan de achterkant kijk, dan ben je er wel echt in doorgeschoten om je te gaan specialiseren in fotografie. Ja, dat klopt. Toen ik ermee begon, toen zei ik wel van, ik wil mijn eigen studio hebben als fotograaf. Want de meeste buitenlandse fotografen, Amerikanen enzovoorts, die hebben sowieso hun eigen ruimte. Ik keek ook wel naar bepaalde mogelijkheden, qua het afhuren ofzovoort, of andere de mogelijkheden. Maar dat zou een beetje te duur worden, dus toen heb ik gewoon gezegd, weet je wat, ik heb een erf hier, dus... Ik bouw maar mijn eigen studio. Oké, dus eigenlijk is je studio die we nu op de achtergrond zien, is dat een deel van je huis? Het zit apart van mijn huis. Ja, ja. Oké, maar wel op hetzelfde erf. Dus het is een deel van jouw woonspace, je living space. Ja, klopt. Oké, maar dus als je net 4, 5 jaar geleden echt bent begonnen met fotografie, ben je wel inderdaad wel stevig bezig geweest met investeren. Eigen studio, gear... Dus dat wil zeggen dat er toch wel een bepaalde voorliefde is voor het vak. Ja, toch wel. Toch wel. Ja. Grappig dat je door niet meer basketballen inderdaad daar naartoe gaat. Oké, okay, dat vind ik wel bijzonder. Ja, ik had een andere bezigheid nodig. Waarbij ik sowieso mijn mind bezig kon houden. En het is wel iets leuks. Om bezig te zijn met fotografie. Ja. Ik kan zoveel mee doen. En dat was voor mij erg interessant. Ja, oké. Okay. Je hebt meegedaan aan de Nationale Kunstbeurs. Die is onlangs geweest.
Is het de eerste keer? Want ik weet wel dat het de eerste keer is dat ze weer fysiek bezig zijn geweest, want in coronajaren waren ze alleen digitaal. Maar is het de eerste keer geweest voor jou dat je hebt meegedaan? Ja, het was mijn allereerste keer dat ik mee heb gedaan met de Nationale Kunstbeurs. Het was sowieso ook op mijn bucketlist om te doen. Oké, hoe heb je het ervaren? Wat is je ervaring geweest? Nou, het was heel erg druk. Ik had niet verwacht, sorry, ik had niet verwacht dat het zo druk zou zijn, maar daarnaast was het ook best wel leerrijk. Ik heb reacties van mensen kunnen volgen. Wanneer het gaat omtrent mijn foto's. Ik merkte sowieso dat de meeste Surinamers een soort taboe hebben wanneer ze zulke foto's zien. Men schrikt van die foto, men loopt eerst door en later komt men dan terug. En dan pas komt men kijken naar die foto en even lezen. Men kijkt naar hoe andere mensen bijvoorbeeld zouden reageren. Ja, want je hebt voor een thema gekozen, namelijk je hebt gekozen voor nude art. Ja, Ja, klopt. toch? Oké. Okay. En je hebt meegedaan als SUFOF-lid, hè? Dus onder de paraplu van SUFOF heb je deelgenomen. Wat is de Ja. reden geweest voor het kiezen van jouw thema nude art? Nou, ik ben zelfs Mm-hmm. portretfotograaf. Dat Oké. houdt Okay. in dat ik vaker mensen schiet. En ik hou van emoties. Emoties, verhalen vertellen en schaduwen creëren op mijn subjecten. Dus voor mij was het echt iets gaan. Voor mij, ik wilde iets creëren dat sowieso zou aanslaan. Dat mensen eigenlijk verder konden nadenken en een beetje de taboe gaan verbreken hier in Suriname. Ja, ik denk dat het moment waarop je met nood komt, met naakt komt, dat het altijd direct inslaat. Als het nou Ja. positief is of negatief, maar je Negatief, hebt direct altijd een aandacht en discussie. klopt. Ja. Maar nude photography is eigenlijk het puurste van de mens eigenlijk, dat je kan showen. Ja. Als je goed naar kijkt, ja, wij mensen, wij worden geboren zonder kleren. Dus waarom zou ik iemand moeten fotograferen dan met kleren als ik de puurheid van de mens zou willen showen? Was het moeilijk Dus om modellen te vinden voor jouw fotoshoot? ja, heel erg. Heel Toch erg. wel. De meeste mensen, naast het feit dat je eigenlijk een aantrekkelijk figuur zou willen hebben bij de persoon, om mensen eigenlijk aan te trekken, om Of dat niet? te kijken, of niet. Want anderen schrikken af. En dan bedoel ik het niet verkeerd hoor. Want Ja. als ik zeg aantrekkelijk figuur, is het, heb ik niet, je, van mij hoef je niet op een colafles eruit te zien, als ik het zo mag zeggen. Weet je, ieder is perfect zoals hij is in zijn imperfecties. Maar om de juiste persoon te vinden die bij het verhaal past en die de juiste emoties zou kunnen showen dat jij zou willen showen als fotograaf, dat is best wel moeilijk. En als je met bepaalde mensen praat, dan is men meer aftastend van, ik zou het misschien niet willen doen. De volgende keer misschien, weet je. Terwijl je dan ook wel bepaalde mensen hebt die zeggen van, hey, het is best wel een leuk idee, ik wil het uitproberen. Probeert men het uit en dan zegt men toch van, weet je, ik vind het toch niet zo goed, dingen als het geprint wordt en als andere mensen het zien, ik moet denken aan mijn werk enzovoorts enzovoorts. Ja. Maar ik ken namelijk die dame die ik heb gefotografeerd, Joyce Belfort. Ik ken haar al geruime tijd als model. En ik heb haar het idee voorgelegd. En ze zei direct van ja, weet je, laten we het doen. En het oorspronkelijk idee was eigenlijk dat ik haar alleen zou fotograferen. Maar toen zei ze van hey, kan ik mijn vriend meenemen? En ze, aan de ene kant ben je dan ook wel een beetje huiverig als fotograaf. Like, okay, wat gaat de vriend vinden? Weet je? Hij ziet zijn vriendin daarnaast staan. Hoe Ja. gaat hij reageren? Maar deze heer, hij was heel apart, vind ik. Hij heeft ook gewoon gezegd van, hey, nou, ik vind het een heel leuk idee. Toen vroeg ik hem ook nog van, zou je willen meedoen?
En hij was like, ik heb nog nooit een fotoshoot gedaan of wat dan ook, maar ik vind het best leuk. Ja, waarom niet? Ja. En zoals, er zijn eigenlijk is een reeks van 4 foto's, maar in elke foto hebben beide de juiste energy, de juiste vibe, de juiste emotie kunnen tonen voor wat ik wilde neerzetten. Oké, okay, heel mooi, heel mooi. Wat Ja. zijn de reacties geweest die jou het meest hebben aangesproken, waardoor je zelf ook aan het denken bent gezet om na te gaan over hoe verder? Nou, er zijn verschillende reacties geweest. En ja, bepaalde mensen die zeiden van ja, ik zou dit nooit kopen om in mijn huis te plaatsen zonder dat ik zelf erop ben. Ja. Anderen hebben aangegeven van weet je, het is mooi, het is prachtig, het is het puurste enzovoort. Anderen hebben ook gezegd van ja, weet je, dit moet in een galerij staan enzovoort. Maar de mensen die echt hebben staan, kijken naar de foto's en de foto's hebben laten spreken voor zichzelf. Die mensen waren in principe best wel stil. En dan heb je dan wel zoiets van, wat denk je daarvan? Maar het is wel altijd positief geweest tijdens de kunstbeurs. Ja. Online aan de andere kant, ja, daar heb ik te maken gehad met mensen. Anoniem, hè? Iedereen die maar denkt dat ze kunnen zeggen wat ze willen, ongeacht, want je schuilt achter een scherm. Ja, klopt, klopt. En ik vind het best wel jammer dat Surinamers echt zo kunnen reageren naar anderen toe. Ja. Naar andere Surinamers toe. En je zo heel negatief, weet je. Ja. Niet dat men gaat zeggen van, hey, ik vind het... Bepaalde mensen zeggen wel van, hey, ik vind het gedurfd, ik vind het mooi. Maar anderen die komen met, ja, ik ben lelijk, joh, wat voor vrouw ben je, enzovoorts. En ik vind dat echt een soort achterdochtige gedachte. Achterlijke gedachten, zoals ik het zo mag zeggen, moet Ja, zeggen. nee, dat is wat je vindt, dus daar moet je eerlijk over zijn. Ja. En inderdaad zouden we wensen dat mensen een beetje anders met elkaar omgingen in het land, maar ook in de wereld hoor, want ik heb niet het idee dat de wereld vriendelijker is dan wat wij hier tegen elkaar doen. Ik denk dat we gewoon allemaal heel erg onvriendelijk tegen elkaar zijn en Klopt. niet genoeg liefde delen, terwijl liefde de meest belangrijke gratis emotie is die er is in de wereld. Maar goed. Dat Maar klopt. oké, okay, dat heeft het jou ontmoedigd om de volgende keer weer het thema nude art te kiezen? Nee, helemaal Nee, niet. Ik helemaal niet. Oké. ben nu ook al bezig met mijn 2 volgende projecten. Ja. Ik heb de namen ben ik nog bezig uit te werken. Ik heb sowieso eentje genaamd Pimba. Ja. En ik heb nog 2 andere projecten dat ik bezig ben uit te werken om Ja. hopelijk voor eind van het jaar nog af te hebben. Ja, oké. Okay. Eén laatste vraag, want onze tijd zit erop, maar deze vraag wil ik eigenlijk wel stellen. Jij Ja. hebt gezegd dat je met jouw foto's een verhaal wilde vertellen. Wat was het Ja. verhaal dat je wilde communiceren naar je kijker? Nou, ik heb bij elke foto is er een ander verhaal dat Oké. bij komt. Ook de benaming van de foto is steeds anders geweest. De foto die u op de achtergrond ziet, dat is Samson en Amina. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van 2 verhalen. 1 Bijbelsverhaal van Samson en Delilah eigenlijk. En het andere verhaal gaat omtrent Amina. Zij was een African warrior queen. De leiding had over een leger van 20.000 man, die steeds het land Zazu in Afrika, dat nu Nigeria heet, heeft kunnen verdedigen in de jaren 1560, 1563. Daarmee wilde ik eigenlijk die empowerment en die kracht van een vrouw ook weergeven. In combinatie met een Bijbels verhaal, een krachtige persoon in de vorm van Samson, waarbij die 2 bij elkaar zijn gekomen en onstoppable waren. Daarnaast gaat het eigenlijk ook een beetje omtrent de motherland van de Creolen, als ik het zo mag zeggen, Afrika.
dat ik in wilde incorporeren. Vandaar ook de war stripes dat ik heb gebruikt. Ja. En ook nog wil ik in mijn fotografie ook elke keer elementen van de Surinaamse mineralen enzovoorts gebruiken. Dus ik probeer alles bij elkaar te mixen om één mooi product te kunnen krijgen, of een reeks van mooie producten. Heel mooi verhaal, dankjewel. Goed, Andio, de Nationale Kunstbeurs is geweest. Wat is je volgende project? Ik ben met Suvok bezig om, we zijn namelijk bij Suvok bezig om mijn eigen gallery te zoeken, een eigen expo-ruimte, waar de verschillende fotografen hun werken kunnen uitstellen om verkocht te worden. Dus ik ben samen met de rest van het bestuur en enkele leden bezig om naar zo'n ruimte te zoeken, om zodoende ook meer projecten te kunnen doen. Ja, en inderdaad beginnende fotografen een beetje een steuntje in de rug te kunnen geven om Ja, zich te sowieso. kunnen doorontwikkelen. Hè? Omdat je dan een centrale plek hebt waar er ook energie vandaan gehaald kan worden. En waar hun werken Ja. permanent eigenlijk te zien zijn. Ja, Ja, hele klopt. mooie stap. Nou, je zal je handen vol hebben aan werk wat dat betreft. Oh ja, heel Ja, erg. oké, Andio, dankjewel voor je verhaal, voor het delen van jouw verhaal met ons. Heel erg veel succes toegewenst in jouw fotografiecarrière. We kijken er naar uit en wanneer het SUFOF-bestuur een locatie heeft, dan horen we het zeker. Ja, zeker. Ik laat het sowieso Afgesproken. weten. Is goed. Oké. Okay. Is goed, thank Ja. you. Bye. Graag inderdaad. Dat was het gesprek met Andio Horne. Hij is fotograaf, zoals hij dat zelf heeft verteld. En hij heeft onlangs meegedaan aan de Nationale Kunstbeurs. Hij is lid van de SUFOF, bestuurslid, om het specifiek te zeggen. En hij heeft meegedaan met het thema Nude Art. U heeft enkele werken van Andio kunnen zien. En zoals hij zelf vertelde, is hij samen met zijn bestuur op zoek naar een ruimte waar de SUFOF exposities kan houden voor haar leden. Hopelijk heeft u genoten, iets kunnen leren, meekrijgen van het gesprek met Anio. En ik wil u bedanken voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.